Bart. Goedemorgen, welkom. Je debuut in VZSM. Om te beginnen, hoe drink jij je koffie? Zwart, hè? Ja, ik geloof eigenlijk iedereen wel zwart. Tenminste, als ik een rondje haal, is hij altijd zwart, want ik heb nog nooit ergens wat ingegooid. Ja, we hebben geen ingewikkelde koffiedrinkers, hè? Nee, gelukkig niet, nee. Gelukkig niet. Nee. Je kent de spelregels? Ik ken de spelregels, ja. Oké, nou, dan gaan we de tijd starten. Bart, maandagavond, Liverpool, Darwin Núñez, rode kaart, dramatische start. Ja, het loopt nog niet helemaal op Anfield. Nee. Eerst natuurlijk vorige week al gelijk tegen Fulham en nou weer gelijk. Ja, dat is niet wat je wil als Liverpool, maar ja, ik zie nog niet heel veel reden meteen tot zorgen, eerlijk gezegd. Ik bedoel, gisteren waren er ook toch wel genoeg kansen en ja, Núñez, dat is natuurlijk wel... Dus de kampioen is nog niet bekend in Engeland? Nog niet, want nog niet. Nou ja, je weet met City dat je niet al te veel punten kan laten liggen, dus ik zou het wel snel weer oppakken. Gelukkig voor Liverpool mogen ze volgende week naar United, dus dat zal wel goed komen. Dat is positief, ja. Nee. Hey, even kort naar die rode kaart van Darwin. Wat vind jij van zo'n actie? Ja, dat is natuurlijk niet goed te praten, maar aan de andere kant begrijp ik het ook wel. Kijk, je zag dat hij al helemaal gefrustreerd was en die was aan het schreeuwen. En dan komt hij anders met zijn wijzende vingertje en dan schreeuwt ook nog eens naar hem toe. Ja, ja. En hij draait zich om. En, ja, dat is natuurlijk niet handig, maar in al die frustratie, in de heat of the moment en zo, dan kan ik er nog wel iets van begrijpen. Ja, dat iedereen zegt... Als in dat hij wat ongelukkig was en natuurlijk met zijn kansen, hij raakte de paal, ja, dus het zat allemaal niet mee. Het zat niet mee en dan, nou ja, weet je, die is helemaal zitten op de top qua emoties. Ja, het is niet handig. Het mag allemaal niet. En, maar ja, je zag hem misschien een beetje aankomen. En, ik bedoel, op de manier waarop die anders zijn naam toe kan lopen en... ja, hij draait zich om en dat is dan een eerste reactie en dat mag allemaal niet, maar... Ja, toch, ja. Weet je, het klinkt allemaal zo makkelijk om te zeggen, ja, het hoort niet op het voetbalveld, je moet dat gewoon niet doen, gebruik je hoofd, et cetera. Ja. Neville na afloop vond ik wel interessant, want die geeft aan van, ja, weet je, het is inderdaad dom, maar het gebeurt veel voetballers wel eens, dat je ineens die waas hebt dat het gebeurt en dat je het veld afloopt, dat je denkt van, oh, wat heb ik eigenlijk gedaan? Ja, eigenlijk dat dan een beetje het besef komt. Dat is wat ik probeer te zeggen, inderdaad, van die heat of the moment, en je zag al hoe gefrustreerd hij was, en, schreeuwen. Ja, en dan komt dit er nog even bij en dan, ja, dan is het maar een milliseconde en dan is het gebeurd, hè. Ja. Hij zal zichzelf ook doodschamen waarschijnlijk, want hij weet ook wel dat hij Liverpool helemaal erg benadeelt. En ja, dat gebeurt. En moet hij het opvangen, hè. Ja. Maar die selectie die heeft wel wat smaken, dus dat moet wel lukken. Toch? Ik wou net zeggen, tot slot de wereldgoal van Luis Diaz. Geweldige goal. Maar goed, ja. We gaan snel door naar het volgende onderwerp. Want deadline day blijft toch hetzelfde voor Nederland. Gisteren in de VZSM werd er al over gesproken dat de KNVB probeert die dag alsnog te verzetten. Om het gelijk te trekken met de rest van Europa. Ja. Niet gelukt. Dus ja, slecht nieuws voor de Nederlandse clubs. Ja, het was de verwachting, hè, dat het niet ging lukken. Want het was eigenlijk wel de eerste keer gezegd van... dat verplaatsen doen ze niet zo makkelijk allemaal. Begrijp ik overigens niet zo goed. Ik bedoel, wat is nou de moeite? De transferperiode loopt al en daar kunnen we dan niks in veranderen. Maar goed, als duidelijk is dat dit een fout is, wat maakt het nou uit dat je op 1 september ook nog een telefoon... Procedures, Bart. Ja, daar word ik wel een beetje moe van, hoor. Dat was met die Champions League met Haller eigenlijk hetzelfde verhaal. Dan denk ik, ja, iedereen snapt dat een fout is, dat hij een vinkje, dat vind je niet aan. Kom op, joh. Maar goed, dat is inderdaad, ja, procedures en ik vind dat dan een beetje raar. Ik denk, één belletje zou dat toch opgelost moeten kunnen zijn. Maar goed, dat is het dus niet. En Nederland 31 augustus en de rest 1 september. Ja, en dan is de vrees dat er op 1 september nog iemand wordt weggekocht. Ja, ik zou zeggen, neem gewoon je telefoon niet op. Ja. Wij gaan zomaar op. Ja. Wij moeten ook onszelf aanpassen daar, want we maken twee deadline shows. Eentje voor Nederland en eentje voor de rest van Europa. Ja, dit schopt de voetgolfplannen misschien wat in de war. Of, we zouden wellicht op 1 september gaan voetgolven met z'n allen. We kunnen altijd nog skypen. Er is altijd de mogelijkheid tot verbinding. Vanaf baan 12 even inbellen. Ja, precies, joh. En we kunnen redelijk invullen welke verslaggevers er al vrij snel afvallen. Dus die kunnen gelijk aansluiten aan tafel. Hey, Bart, wat mensen wellicht niet weten. Jij volgt Sparta, maar ook de keukenkampioendivisie. Gisteren werden er genoeg wedstrijden gespeeld. Ja. Laten we eens beginnen met PSV, want Hoever kwam in actie. Ja, dat is wel extreem pijnlijk, vind ik, hoor. Die jongen wordt gehaald uit de Premier League en die komt hierheen... die hebt garantie op een basisplaats heb je nooit, maar die is wel hier naartoe gekomen van jij gaat spelen. Ja. En dat was ook de bedoeling, want die speelde ook bij de Johan Cruijffschaal. Dat was echt niet goed. En toen is blijkbaar meteen de knoop doorgehakt van dit is niet goed genoeg. Maar om hem dan niet mee te nemen naar de Champions League en op maandag te laten spelen in de keukenkampioendivisie, ja, ik vraag me af of je dat wel kan maken. Ik vind dit wel heel echt een klap.
Ja. Ja, Van Nistelrooy mag gerust denken dat hij nog niet goed genoeg is. Maar hij heeft 8 verdedigers mee en hij heeft Derek Lucas, heb je die wel meegenomen. Ja, die speelt al jaren geen rol bij PSV. En nou, Van Nistelrooy heeft tijdens de voorbereiding dan wel gezegd van, nou ja, kan wel een optie voor me zijn. Maar als je Lucas er dan wel meeneemt en Hoever op maandagavond tegen Dordrecht laat spelen, ja, dat, ik vind dat echt heel vreemd. Ja, ook voor de sportpsychologen in Eindhoven. Ja, ja, die jongen zal toch wel even geknakt zijn, neem ik aan. Dat kan ik me voorstellen in elk geval. Hoe hij hiermee omgaat, ben ik wel benieuwd naar. En hoe snel hij weer zou kunnen aansluiten bij PSV 1. Ja. Ongetwijfeld wel weer bij de selectie, maar ja. We spreken vandaag Marco eventjes vanuit Schotland ook. Ja. Dat komt later vandaag op VI.nl. Nou ja, ook Marco zullen we vragen van hoe dat zit en ja, wat de exacte gevolgen zullen zijn. Een vreemde situatie. En ook wel weer voor die eeuwige durende discussie van de jongteams in de KKD. Haal je een speler uit de Premier League? Ja, het is een jonge jongen, maar je haalt hem natuurlijk niet om op maandagavond mee te doen tegen Dordrecht. Nee. Ik kan me voorstellen dat de tegenstanders van de jongteams in de KKD hier weer even op inspringen. Ja, precies. En je hebt ook de andere wedstrijd gekeken. Ja. En daar was Van Bommel heel belangrijk in. Hè? Welke Van Bommel precies? Deze keer Ruben Van Bommel. Dat is de jongste zoon. Die andere zoon speelt er ook. Ze spelen samen. Ja. Bij MVV, hè? Bij MVV, sorry. Ja. Die speelde tegen NAC. Nou, dat was weer echt een heerlijke KKD-potje. Daar zat weer van alles op en aan. Eerste goal van MVV, mooie goal. Penalty 2-0. Ja, toen NAC die heeft kansen gemist, daar sta je niet bij stil. Die Herman, het schijnt een spits te zijn, maar dat heeft hij gisteren niet laten zien. Had je voor de rust nog Koen Costons, die spits van MVV, die in duel kwam met McNulty van NAC. En ja. McNulty raakte zijn schoen kwijt. Koen Costons nam die schoen mee en ik kreeg daar geel voor. Ja, voor het meenemen van de schoen? Voor het meenemen van de schoen. Oh. Het was weer heel was toch gewoon een ludieke actie, meer toch niet? Het was wel een beetje vreemd. Die McNulty wilde opstellen om zijn schoen. En zijn schoen was er niet meer. Het was heel raar. En diezelfde McNulty in de tweede helft, die ging gewoon helemaal in de fout met de opbouw. Ruben Van Bommel pikt de bal op en die maakt zijn eerste goal in betaalde voetbal. Dat was wel heel leuk. Okay, hey, Mark van Bommel op de tribune en dolblij natuurlijk. Ja, en de zoons van Mark van Bommel. Mark van Bommel, als jonge speler debuteerde hij bij Fortuna Sittard. Later natuurlijk een geweldige carrière. Ligt een soort gelijk scenario in het verschiet voor deze mannen? Ja, dat kan ik niet moeilijk. Die Ruben die is 18, die deed net mee. Ja, wat ik zeg, zijn eerste wedstrijd? Nee, dat durf ik niks. Zoveel ga ik niet vooruit kijken, Jano, als je het niet erg vindt. Nee, helemaal gelijk. Bart, ook een onderdeel van deze show. De meest gelezen stukken op VI.nl en VI Pro. Laten we beginnen bij VI.nl. Ja, daar is het meest gelezen bericht dat Ronaldo in zijn eentje luncht bij Manchester United. Ja, nou ja, dat doe ik ook wel eens hier op kantoor, dus ik snap het op. Nee, ja. Achter je computer, toch? Ja, oh ja. Ja. Nee, dat is, ja. Ronaldo is... als we alle berichten uit Engeland mogen geloven, ja, die Engelse tabloids die moeten elke dag wat schrijven over Ronaldo. Dat snap ik ook wel. Hoe dat precies zit. Als het echt allemaal zo zit zoals het hier wordt beschreven, dan is hij wel druk bezig met de boel aan het forceren. En wat moet je ermee? Je kan als Manchester United het wel blijven zeggen van we willen hem niet kwijt en hij is zo belangrijk. Maar als dit inderdaad, dat hij alleen gaat zitten op het trainingscomplex en... ik lees ook dat hij alles wat ten achter zegt op trainingsveld, dat hij daar tegenin gaat en dat hij het anders wil zien en zo. En dan heeft het ook allemaal geen zin. Maar goed, hoe je dit moet oplossen, ik denk dat niemand daar echt een antwoord op heeft. Ruud Gullit, die zei daarover dat ten achter eigenlijk dat 6 weken geleden al had moeten doen. Van oké, gewoon zijn vertrekwens respecteren en hem gelijk buiten de selectie plaatsen. Dat voelt op dit moment wel alsof dat het beste was geweest. Ja, maar iedereen stapt er wel heel makkelijk overheen wat een geweldige speler Cristiano Ronaldo is. En als je die wel weer mee had gekregen en ik geloof dat Ten Hag zoiets had van, nou, dat wil ik wel proberen. Ja, tuurlijk. Dat snap ik. Het zorgt ook voor sentimenten bij de fans. Je kunt niet heel makkelijk zo'n beslissing nemen, want daarmee zet je misschien jezelf al gelijk op een 1-0 achterstand. Nou, ja, maar aan de andere kant, als het wel geluk was, dan... en je had gewoon een goede spits teruggekocht. Maar goed, al die spitsen waar United nu mee in verband wordt gebracht, daar raak ik ook niet echt heel erg van onder de indruk. Dan denk ik, kan je misschien nog beter een ongemotiveerde Ronaldo in de punten hebben staan. Maar het is een hele lastige situatie. En elke dag nieuwe updates, hè?
Ja, tot 1 september kan het alle kanten op, Bart. Dan meest gelezen bericht op VPRO. De vooruitblik van Pieter Zwart. Ja. Naar aanleiding van eigenlijk wat PSV kan verwachten van Rangers. En daarin ligt hij vooral het duel uit tussen Tavernier en Gakpo. De rechtsback van Rangers tegen de linksbuiten van PSV. Kijk jij er ook naar uit? Ja, dat is wel... Pieter schrijft het al van daar ligt een beetje de sleutel. Dus dat is wel heel interessant om naar te kijken. Ja, die Tavernier, dat is wel echt een... heel bijzondere speler om rechtsback bij zoveel aanvallen en kansen en weet ik het allemaal betrokken. Dat is wel interessant om te zien. Gaat Tavernier Gakpo bewaken of Gakpo Tavernier? En het wordt ook wel even tijd dat Gakpo weer wat moois laat zien. Hè? Dus daar kijk ik wel naar uit of het vanavond de tijd is. Sowieso Rangers Champions League op Ibrox. Dat is sowieso iets om naar uit te kijken. En het is hartstikke leuk dat PSV die wedstrijd mag spelen. Nou, mooi. Bart, hoe kijk je terug op je eerste VZSM? Koffie smaakte goed. Goede gesprekspartner. Dus heel hartstikke goed. Smaakt er meer. Bart, dankjewel. En jongens, jullie wederom bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Vanavond na de wedstrijd Rangers PSV komt Pieter met een uitgebreide analyse naar aanleiding van die wedstrijd. En vanmiddag op vi.nl een update van Marco Timmer vanuit Schotland. Voor nu bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En tot de volgende VZSM. Doei!